Tegenwoordig zoeken we dingen niet meer op in encyclopedieën, maar we googlen het. En dan krijg je wel de vraag, oké, en welke rol speelt Google dan? Als je het hebt over dingen die niet kloppen, die je daar kunt vinden. Ze zijn facilitator van fake news als ze daar niets aan doen. En welke rol spelen ze als ze sponsorship toestaan? Dus de bovenste zoekgegevens zijn gesponsord, maar ze zeggen dat niet netjes. Daar heeft Google de grootste boete van de Europese Unie ooit voor gekregen. Dat was 1,1 miljard euro, omdat ze dat niet eerlijk zeiden. En ook Hans Klok, ja, illusionisten zag je vroeger misschien in shows. Maar tegenwoordig zijn de beste illusionisten misschien degene die fake news maken. En ons laten geloven dat iemand zijn gezicht laat ombouwen tot dat van een hond. Voor heel veel geld. En daar blijkt dan later van, daar was helemaal niets van waar. Maar waar zijn we vandaag wel voor bij elkaar? 22 februari, de practorale reden, mediawijsheid. En ik wil alvast een heel groot applaus voor Paolo. En laten we dat gelijk doen. Want we gaan over een paar minuten beginnen. Samenwerkingsverband tussen ROC van Amsterdam, College West, Hout- en Meubeleringscollege. Meubelcollege? Meubeleringscollege? Ik zeg het wel goed. Hout- en Meubeleringscollege en Media College Amsterdam. Welkom hier allemaal. En vandaag mag ik de rol op me nemen om de mensen die in de zaal zitten, jullie dus, uit te leggen naar wie je gaat luisteren, waarom je dat gaat doen. En op een gegeven moment de mensen op het podium ook weer te vragen te stoppen met praten. Want die weten allemaal heel veel. En dat betekent dat we hier vanavond om 2 uur 's nachts nog steeds kunnen zijn. Maar dat willen we niet. Dus dat is mijn rol vandaag. En de sprekers vandaag, Hans Smits, bestuursvoorzitter van het Media College Amsterdam. Maar tevens bestuurslid, stichting Ieder MBO en Practoraat. De wethouder, Simone Kukenheim, namens D66 wethouder in Amsterdam, zal een reactie geven. En Paolo Mokotte natuurlijk, onze practor Mediawijsheid. Wil ik jullie eerst vragen om de aandacht te richten op Hans Smits. Hij is bestuursvoorzitter hier op het Media College. En ik zei het al, hij is ook bestuurslid vanuit die functie bij de stichting Ieder MBO en Practoraat. En Hans gaat voor ons het openingswoord verzorgen. Mag ik een applaus voor Hans? Alsjeblieft. Ook van mijn kant allemaal. Hartelijk welkom. We staan dit jaar 100 jaar, zijn we natuurlijk heel trots op. Gaan we uitgebreid vieren. Even een korte inleiding. 7 jaar geleden was er een student van het Media College die maakte een filmpje van 1 dag om het Media College. Aantal van de medewerkers die weten dat nog. En dat filmpje, daar kwam het Media College heel erg slecht uit naar voren. Dat werd opgepikt door Geen Stijl en tegenwoordig zouden we zeggen dat ging ontzettend viral. We kregen een hele slechte naam. Er waren ook heel veel studenten die zeiden, ja, dat is 1 dag, maar wij herkennen dat niet. Wij herkennen niet die kritiek die die student uit in dat filmpje. Die zeiden van, ja, dit is wel heel erg vertekend hoe die dat heeft gedaan. Je zou kunnen zeggen, een vorm van fake news. En toen waren er veel mensen binnen deze instelling die zeiden, je moet dat verbieden dat er wordt gefilmd in de klas. En we hebben precies het tegenovergestelde gedaan. We hebben MyMedia ingericht, 7 jaar geleden. Een platform voor en door studenten, waarin ze juist allerlei filmpjes en nieuws binnen en buiten de school met elkaar deelden via narrowcasting. Er hangen overal in dit en andere gebouwen schermen waarin, en dat werkt nog steeds, elke dag hebben zij nieuw nieuws dat ze met iedereen en ook de medewerkers willen delen. Wij waren een tijdje mee bezig en toen attendeerde iemand ons op een subsidiepot. En wij kwamen in contact met Huub. En Huub, die zit daar. En Huub, jij had nog 500.000 op de plank liggen. En je wist eigenlijk niet wat je ermee moest doen. Ik chargeer een beetje, maar de kern is waar. Klopt, hè? En wij hebben toen Jorik, zit ook in de zaal, founding father. En Jelle is er niet bij, maar die is er in gedachten bij. Want die is, naar de clipjesfabriek begonnen, dus dat is allemaal nog goed gekomen met die jongen. Maar we hebben toen met z'n drieën hebben wij het practoraat, het woord is van Jelle Koolstra, die er dus niet bij is. Die heeft dat woord bedacht als een knipoog naar lectoraten. Een practoraat is een kenniscentrum binnen een mbo-instelling waarin we praktisch onderzoek doen met docenten, met studenten, met bedrijfsleven, met andere instellingen. En dat 500.000 wat we van Huub hadden gekregen, dat hebben we in 3 jaar opgemaakt. Maar op het denken op een hele goede manier. En we hebben heel veel kennis opgedaan rond sociale media. En wij trokken de landen in, vooral Jorik deed dat. En ik kan me nog herinneren dat we bij het CVI-congres waren in de mooie plaats Den Bosch. Daar kom ik van, dus even reclame maken.
Jij weet dat nog. Wij hielden een verhaal. Vooral jij hield een verhaal. En de andere mbo-instellingen die vonden dat heel erg interessant wat wij allemaal deden. Die wilden dat materiaal hebben. En die waren heel verbaasd dat wij dat materiaal gewoon weggaven. Sterker nog, wij waren bereid om overal lezingen te geven en te helpen. En zo is, ik denk, daar ontstaan het idee. Dat kan toch niet waar zijn, gemeenschapsgeld. En dat we daar met een grote bocht omheen gaan zitten. Of een bocht, een grote hek omheen gaan zetten. En zo is dat idee ontstaan van ieder mbo zou eigenlijk één of meerdere practoraten moeten hebben. Kenniscentra, eigenlijk stelling. Je zou modern beroepsonderwijs kan niet zonder dat docenten en studenten ook zelf onderzoek doen. Dat vinden we in de universitaire wereld heel normaal. We vinden dat bij hbo's heel normaal. Denk aan lectoraten. En onze stelling is, dat moet ook heel normaal zijn, dat binnen een mbo-instelling op een andere manier dan aan de universiteit of een hogeschool praktisch onderzoek wordt gedaan. Dat gaat uiteindelijk de kwaliteit van de docenten omhoog en daarmee ook de kwaliteit van de studenten en van de opleiding. Dat was het doel. Dus we hebben die stichting opgericht. Op dit moment, Jorik is daar coördinator van, we hebben op dit moment denk ik 17 practoraten in Nederland die full swing bezig zijn. We hebben er ruim 10 die in de stijger staan en dat gaat gewoon heel erg goed. Ik heb nog 1 minuut. Wat we daarna hebben gedaan is, dat geld van Huub zal ik nog maar even 1 keer zeggen, dat raakte op. En van José zeker. Toen kwam er een nieuw college van BMW en onder leiding van Simone, wethouder van onderwijs, die heeft daar sterk voor gemaakt om daar heel veel geld in te stoppen in het versterken van de mbo-instellingen, de 4 instellingen, om docenten, om teams, om scholen, nieuwe projecten te draaien, om de kwaliteit te verhogen, om ook een aantal problemen van de grootstedelijke stad op te lossen, maar ook om te innoveren. En daar past dat practoraat prima bij. Dat doen we nu voor het 3e jaar. Heel uniek. 3 partijen die elkaar ook nog wel eens een keer bestrijden, zeker in het verleden. Die we als concurrenten zagen. We hebben elkaar gevonden, hè Hardy? We hebben toen straks nog een mooi gesprek gehad. Dat smaakt gewoon naar meer. Dat is toch te danken aan die mbo-agenda. Daar ben ik echt van overtuigd. Zonder die mbo-agenda hadden we zo niet hier gestaan. Uniek. Nou is een halve minuut voorbij, denk ik. Nee, ik rond af. Sorry. Maar ik vind het gewoon een heel uniek project dat we met z'n drieën hebben gedaan. En een heel mooi voorbeeld van hoe een practoraat er in Nederland uit zou moeten zien. Paolo, ik wens je daar heel veel succes. Ik ben trots. Nu al. Okay, ik ga verder niet heel veel tijd verspillen. Paolo staat te trappelen. Je promoveerde op, moet ik het even goed zeggen, de inzet van sociale media van lager opgeleiden. En dat was reden om je hier naartoe te halen als practor. Ik wil je heel veel succes wensen. En ik wil een heel warm applaus voor Paolo. Vandaag mag ik mijn reden uitspreken, dat doe ik met heel veel plezier. En ik ben ook iemand die graag improviseert, dus ik heb hem uitgeschreven. En tegelijkertijd denk ik, ik zal hem straks waarschijnlijk moeten uploaden, zodat je het echte verhaal nog eens een keer kunt nalezen, omdat ik waarschijnlijk aan alle kanten ga afwijken. Maar dat heeft ook te maken met de inleiding. Hoe het geframed wordt. Als Marcel het al heeft over een illusionist en over fake news, dan kun je gaan afvragen wat voor illusionist ik dan wel niet ben. En welke fake news ik kon verkondigen, want menig expert wordt niet meer als expert gezien, wordt niet meer op zijn woord vertrouwd, wordt niet meer als een autoriteit beschouwd. Dat is iets waar we gewoon met elkaar tegenaan lopen. En dan geeft Han heel terecht aan dat het ook aan jezelf is om nader onderzoek te doen. Dus daarom geef ik eigenlijk de kern van het practoraat wel weer, en ik ga zo wel beginnen met het verhaal, namelijk dat je met elkaar onderzoek doet naar wat die media met ons doen of voor ons kunnen betekenen. En dat je door onderzoek te doen met elkaar ook een bepaalde vorm van wijsheid ontwikkelt. Dat is even de aftrap die meteen aanhaakt bij wat er net gezegd werd. En nogmaals, handelt het over een student die op 1 dag een filmpje maakt. Nou, ik sta hier 1 dag, maar ik hoop natuurlijk wel dat ik een soort van verduurzamend effect kan hebben als practor. En niet alleen deze 1 dag een punt kan maken. Die hadden we gehad. Wie ben jij online? Dat is onze hashtag, even voor de beeldvorming. Waar we mee te maken hebben als het gaat om sociale media en internet is vooral heel veel technologie, de technologische ontwikkeling die we met elkaar op allerlei manieren proberen te duiden. Maar wat toch vaak terugkomt bij mensen is angst voor de toekomst en een hang naar het verleden. En dat zie je op allerlei fronten terug.
Bijvoorbeeld als het gaat om effecten van automatisering en robotisering, waarvan alles over geschreven en gezegd wordt. In principe is het zo dat hoe mensen dit ervaren, nog beter en vaak levensechter door de media wordt verkondigd die we op andere manieren kennen, zoals literatuur en film, dan door de wetenschap. En de wetenschap wordt ook steeds vaker bekritiseerd als het gaat om stellingname. Want artikelen over robotisering hebben ons de afgelopen jaren aardig wat schrik aangejaagd. En tegelijkertijd zeggen diezelfde wetenschappers nu van, nou, dat kon nog wel eens meevallen. Dus waar we vooral mee van doen hebben, is dat we bepaalde signalen oppakken, of dan wel, er is geen signaal, en dat we daar een bepaalde duiding aan geven. Allerlei ideeën, gedachten van wetenschappers, die wel of niet toetsbaar en repliceerbaar zijn. Nou, dat plaats je ook als factor in een bepaalde situatie, omdat het voor onderzoek al gevallen is. In hoeverre is het dan, volgens de normen van de wetenschap, toetsbaar en repliceerbaar wat je gaat doen met elkaar? En dat is best wel ingewikkeld, ook voor docenten. Wat mensen kenmerkt, is dat we bijvoorbeeld ook een hele sterke fascinatie hebben voor hele bijzondere ontwikkelingen. En dat we daar ook heel erg duidelijk zelf een persoonlijke kleuring aan geven. Allerlei gedragspsychologen en gedragseconomen en sociaalpsychologen weten daar prachtige theorieën over op te bouwen. Dat als bepaalde informatie ons niet aanstaat, dat we die dan wel heel gekleurd verwerken of gewoon verwerpen. En dat is een heel normaal menselijk verschijnsel. En dat maakt het omgaan met media, het appreciëren van media natuurlijk heel complex, bijzonder complex. Dus dan kun je gaan afvragen wat mediawijsheid meer is dan op een persoonlijke manier kleuring aangeven. Wat je bijvoorbeeld over de technologische ontwikkelingen ten aanzien van de economie kunt zien, is dat verondersteld wordt, en daarom hebben we het in het beroepsonderwijs ook over mediawijsheid, is dat het werk heel sterk verandert. Het beroepsonderwijs van oudsher leek heel veel weg te hebben van routinisering. Je maakt mensen handelingsbekwaam als beroepsbeoefenaar, maar tegenwoordig ervaren we dat mensen in de praktijk van het beroep met steeds complexere problemen moeten omgaan, waar de opleiding en de routines eigenlijk net niet helemaal voor opgeleid hebben. Je moet dus net een stukje eigen creativiteit en probleemoplossend vermogen aan de dag kunnen leggen. En bij dat soort complexe situaties in het beroep krijg je ook steeds vaker te maken met technologie en sociale media. Bijvoorbeeld als het gaat om het samenwerken met collega's. Want juist het feit dat mensen complexe problemen moeten oplossen, zorgt ervoor dat je de standaard hiërarchie in het bedrijf vaak platter maakt, zodat degene die het werk moet doen ook meer zelfbeschikking, meer zelfverantwoordelijkheid krijgt. En niet iedere keer bij de managers te raden moet gaan of voor zijn probleem kan oplossen. Er komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij mensen op de werkplek. En ook meer de noodzaak om samen te werken met collega's aan die complexe problematieken. En dat zijn ook zaken die we in het onderwijs moeten meegeven. Dat betekent dat routinisering eigenlijk voor een belangrijk deel moet worden opgevangen door flexibilisering. Dan moet ik daar meteen bij zeggen, want het woordje flexibilisering wordt heel veel gebruikt. Het fenomeen dat je binnen bepaalde beroepen cognitief flexibel wil zijn, of moet zijn, is heel wat anders dan het fenomeen flexwerk, waar vooral heel veel lager opgeleiden mee van doen hebben. Dus als we literatuur lezen over flexibilisering, is het ook weer heel belangrijk om die op de goede manier te duiden als je in het beroepsonderwijs bezig bent met opleidingen en studenten voorbereiden op de toekomst. Als het gaat om flexwerk bijvoorbeeld, en betekent dat je dan bijvoorbeeld vaak van baan zult moeten wisselen, betekent dat dat je als jonge beroepsbeoefenaar met die media moet kunnen omgaan als het gaat om het raadplegen van vacaturesites. Jezelf online profileren, bepaald zoekgedrag aan de dag leggen. Dat is bepaalde mediawijsheid die heel specifiek past bij het fenomeen flexwerk. En dat is een andere mediawijsheid dan die bijvoorbeeld past bij de cognitieve flexibiliteit van wat hoger opgeleid. Dat geeft al aan dat het begrip mediawijsheid, de vraag werd net gesteld door Marcel, wie weet wat mediawijsheid is, dan laat ik zeggen dat ik het ook niet precies weet, omdat het zo'n heel complex begrip is, dat in heel veel situaties eigenlijk anders gedefinieerd kan worden. Als het gaat om technologie en sociale media, hebben we de neiging, dat zei ik net al, als het gaat om belangrijke ontwikkelingen, om daar op een gekleurde manier naar te kijken. En wat we tegenwoordig heel veel doen, als het gaat om het gebruik van die media door jongeren, is dat bepaalde negatieve effecten aan toe te schrijven. Het is slecht voor je gezondheid, het is slecht voor de sociale cohesie, het is slecht voor een heleboel zaken. En dat heeft alles te maken met de manier waarop we bepaalde werkelijkheden heel gekleurd percipiëren.
Wat heel belangrijk is echter in het beroepsonderwijs, is dat we vooral ook niet onderschatten welke kansen en mogelijkheden die media bieden als het gaat om jongeren, als het gaat om een sociale ontwikkeling en als het gaat om een economische ontwikkeling. En de kans dat we door al die berichtgeving er juist op een hele negatieve manier naar kijken, is vrij groot. En het is de kunst om als practor met docenten in gesprek te gaan en te zorgen dat je een balans vindt tussen die negatieve beelden, maar ook de positieve beelden. Dat betekent dus dat je realiseert dat het voor jongeren absoluut geen pretje is. Sociale media hebben ook alles te maken met identiteitsontwikkeling en sociale in- en uitsluiting. En dat je tegelijkertijd ook het gevoel moet hebben hoe je daarmee om moet gaan vanuit een opvoedkundige houding. Zowel als school als als ouders. Dus wat geef je en wat gun je een kind en waarover ga je met een kind of jongeren in gesprek? Dat is best wel heel erg moeilijk, want dat zijn zaken die heb je vroeger zelf als kind niet ervaren, omdat jouw ouders over hele andere dingen met je in gesprek gingen. En toch zijn er vergelijkingen te trekken, want vroeger werd er gezegd dat we veel te veel televisie keken met elkaar. We zaten uren voor de buis. En nu zie je vergelijkbare effecten ontstaan bij het gebruik van sociale media en smartphone. Als het gaat over dat concept mediawijsheid, dat gaf ik al aan, is dat best wel, vind ik persoonlijk, een heel glibberig concept, een heel moeilijk concept. Als ik aan een mbo-docent zou vragen, hoe informatievaardig ben jij? En die docent zou zeggen, nou best wel, wat is dan informatievaardigheid? Nou, dat is volgens mij dat ik bepaalde bronnen raadpleeg en wel meerdere bronnen en die kritisch evalueer. En ik ga hem dan vragen, nou ga je maar eens kijken dan wat mediawijsheid voor mbo betekent. Dan komt hij meerdere bronnen tegen. Bronnen die elkaar niet tegenspreken, maar ook niet bepaald bestendigen. En die het voor een docent heel ingewikkeld maken om vast te stellen wat mediawijsheid is. Dus een bepaald model dat door het SLO ontwikkeld is, wordt wel in veel andere literatuur gebruikt, maar toch beschrijvende wijs weer anders uitgelegd, anders geïnterpreteerd, wat het voor een docent enorm ingewikkeld maakt om überhaupt met zo'n begrip aan de slag te gaan. Als je dan kijkt naar die perceptie, dit komt uit een onderzoek dat gedaan is door het ECBO bij het ROC Friese Poort, en wel bij Zorg en Welzijn, dus dat zal je interesseren, Nani. Dan valt op, het is een onderzoek naar wat zijn dan de 21ste eeuwse vaardigheden die je denkt dat een student nodig heeft. Dan valt hier op dat de docenten, dat staat hier niet letterlijk, maar dat kun je het rapport teruglezen, zijn vertrokken vanuit de beleving van de werkgever en de kwalificatiedossiers. En daarom zeggen interpersoonlijke vaardigheden heel belangrijk. Waar ze totaal geen of weinig aandacht voor hebben, zijn digitale vaardigheden. En helemaal mediawijsheid. Dat heeft deels te maken met het feit dat die concepten en modellen die worden gebruikt, die vaardigheden proberen te onderscheiden. Dus interpersoonlijke vaardigheden is wat anders dan digitale vaardigheden. Terwijl tegelijkertijd in de rapporten staat dat er heel veel overlap is. Door die modellen word je dus eigenlijk gedwongen om een keuze te maken, ook door zo'n scan. Ga je meer doen aan interpersoonlijke vaardigheden, dan doe je schijnbaar minder aan digitale vaardigheden. Terwijl ze eigenlijk heel sterk met elkaar samenhangen. Nogmaals, het is voor docenten dus enorm ingewikkeld, ook al is er veel ondersteuning en veel literatuur, om daarmee aan de slag te gaan. Wetende dat mediawijsheid in heel veel contexten verschillend moet worden uitgelegd. Eigenlijk situationeel bepaald is. Richtinggevend is voor onze manier van inkleuren van mediawijsheid, maar ook de maatschappij. We moeten erop blijven hameren met elkaar dat mediawijsheid belangrijk is als het gaat om de sociale participatie, en dat is één van de opdrachten van het MBO. Vergelijk het met het belang van de burgerschapsagenda, die kort geleden verschenen is, en waar mediawijsheid eigenlijk sterk mee samenhangt met burgerschap. Het feit dat je dan als docent technologie ook daadwerkelijk in de klas gaat gebruiken, is ook een probleem dat niet onderschat moet worden. Want technologie kennen we al heel lang in het onderwijs, maar dat doet maar steeds van die verhalen dat het zijn meerwaarde niet bewijst. Dat het niet echt effectief is. Er zijn rapporten die ook zeggen van, of laten zien, dat sociale media, met name het gebruik ervan, buiten de school meer oplevert bij jongeren dan binnen de school. Dan kun je daar natuurlijk twee conclusies uittrekken. Dan is het ook handig om het vooral buiten de school te laten gebeuren. Of je kunt datgene wat binnen de school gebeurt, is onder het vergrootglas gaan leggen. Doen we binnen de school wel de goede dingen. Het is vervolgens ook het geval dat als het gaat over negatieve effecten van technologie, dat we daar over het algemeen ook vrij rigide op reageren. Als een docent bijvoorbeeld de smartphone toelaat in de klas, dan heeft hij het over een stuk technologie, ik zie het maar even als een Zwitserse zakmes,
dat niet specifiek voor het onderwijs ontworpen is. Een traditionele ELO, en die kennen we al veel langer, is specifiek voor het onderwijs ontworpen. Die houdt een student als het ware aan het lijntje. Die regisseert en dirigeert je door bepaalde leerarrangementen. Dat doet een smartphone niet, sterker nog, die staat bol van de afleiding. Het feit dat we dat constateren, leidt dan weer tot de reflex, smartphone verbannen, laptops verbannen, allerlei technologie verbannen. Maar daarmee onderken je het probleem niet, namelijk dat een docent nog aan het worstelen is met het vinden van de juiste didactische balans. Het apparaat in de klas toelaten wil nog niet zeggen dat er meteen sprake is van de juiste didactische balans. Als het gaat om mediawijsheid hebben wij in het verleden al, omdat Jorik daar gebruik van gemaakt heeft, het competentiemodel van mediawijze.net geadopteerd, zal ik maar zeggen. En dan kijken we nu als practoraat nou op een manier dat we zeggen, oké, het gaat hier om een verzameling competenties, een hele waardevolle opsomming van competenties, maar tegelijkertijd als je naar dit plaatje kijkt, krijg je een gevoel, en dat heeft ook te maken met hoe wij als Westeling in elkaar zitten, dat van links naar rechts een ontwikkeling zouden kunnen vaststellen, en dat wordt ook een beetje door de begrippen gesuggereerd. Terwijl, wat ons betreft in het practoraat, er sprake is van heel veel crossover en spillover effecten tussen die verschillende disciplines. Net als dat al aan de orde was bij de vaardigheden die onderdeel uitmaken van. Dus wat wij besloten hebben is om docenten, vooral als het gaat om het ontwikkelen van materiaal voor mediawijsheid, ditzelfde model anders te presenteren. Namelijk die interactie die plaatsvindt tussen die verschillende onderdelen, zoals inzicht en gebruik en strategie, weten waarom je het doet, of achteraf pas constateren waarom je het gedaan hebt. Een belangrijk voorbeeld is Stuk TV. Dat zijn een aantal jongens die hebben een YouTube-kanaal waar ze allemaal prachtige dingen doen. Maar wat onder andere laatst aan de orde kwam toen ze in een tv-programma werden geïnterviewd, is dat ze zijn begonnen vanuit het niets, maar ook zich niet afvragen wat het allemaal teweeg zou brengen. Ze zijn gewoon begonnen. Heel experimenteel. En de effecten, die hebben hen wijzer gemaakt. En zo zou je met docenten het experimenteren en de effecten die je wijzer maakt ook aan de slag kunnen gaan. En dan zie je dat mensen ook groeien, want als ze op tv gevraagd worden van wat willen jullie nu doen? Nou, dan zitten we eigenlijk toch wel serieus na te denken over bijvoorbeeld films maken. Dus je ziet dat ze toch ook een slag maken in hun denken, in hun ontwikkeling. Terwijl het in eerste instantie gewoon een stelletje rebellen waren, die allemaal gekke filmpjes op internet zetten. Een interessant voorbeeld. Als we kijken naar, los van de docenten van de drie instellingen, wat er landelijk op dit moment door docenten wordt gedacht over mediawijsheid, dat is wel een belangrijk ding. Want als je mediawijsheid toch koppelt aan het onderwijs en niet alleen aan het thuismilieu, dan zul je met docenten het gesprek aan moeten gaan. Dan zullen ze het op een bepaald moment ook belangrijk moeten gaan vinden. Ik was vanochtend nog op de radio en toen heb ik het onder andere gehad over waarom zou een docent motorvoertuigentechniek of een docent meubelmaken nou iets moeten willen met mediawijsheid. Hoe overtuig je iemand van het feit dat er toch een integratieve plaats verdient voor die curriculum? Wat vinden docenten eigenlijk in Nederland van mediawijsheid en waarom is het voor hen belangrijk of niet? Dit zijn dan wel VO-docenten, waaronder VMBO, geen MBO-docenten, maar het geeft wel een beeld, het geeft wel een indruk. En het is ook duidelijk te zien dat mensen toch vanuit een redelijk negatieve benadering, een opvoedkundige benadering, het wel naar zich toe willen trekken. Terwijl mijn boodschap zou zijn, ja, daar zit iets in, maar tegelijkertijd, mediawijsheid biedt enorm veel kansen en mogelijkheden. Ik had het met de radioredacteur onder andere over het fenomeen dat we in het mbo, en ik constateer dat gewoon omheen, dat als we praten over mbo-studenten en een LinkedIn-profiel, dat dan menig collega zegt, een mbo'er op LinkedIn? Nee, LinkedIn is voor hoger opgeleid en daar heeft een mbo niks te zoeken. Dat is een vreemde reflex. Ik ga ervan uit dat je als mbo die kans moet kunnen krijgen, als je er geen gebruik van maakt, is dat je eigen keuze natuurlijk, om jezelf te ontwikkelen, om als het ware via LinkedIn een ontwikkeling door te maken. Je gaat ook niet zeggen, ja, je bent pas geschikt voor het hoger opgeleid onderwijs als je hoger opgeleid bent. Ik bedoel, je moet de kans krijgen om te groeien. Mobiliteit is een heel belangrijk aspect. En dat zien we dus te weinig gebeuren. Als vervolgens dan gevraagd wordt, wat vind je nog meer belangrijk, los van de oorzaken, dan vinden docenten toch wel degelijk dat mediawijsheid ook te maken heeft met de sociale participatie. En dat is een heel fijne constatering. Alleen dit is nogmaals gezegd, VO in het beroepsonderwijs hebben we dus een nog grotere brug te slaan naar de vakdocenten, die zeggen van, ja maar als iemand een auto moet leren repareren of een meubel maken, dan heb ik toch niks met mediawijsheid. Terwijl het heel belangrijk is voor de economische en sociale participatie van jongeren.
schoolleiders, en dit is wel bij mbo schoolleiders geconstateerd, vinden ook en verwachten zelfs tussen nu en 2 jaar, en het onderzoek is uit 2017, dus reken maar uit, dat er tussen nu en 2 jaar, we geven ons als practoraat ook die tijd, en we worden ook gesteund door het management van de instellingen, dat we die studenten echt hebben voorbereid op dat leven als burger in de 21ste eeuw. Dat dat vooral onze missie is, zowel sociaal als economisch. Dan gaat het om zaken als de balans vinden tussen sociale ontwikkeling en fenomenen als solidariteit, maar ook individualisering. De balans vinden tussen beroepsmatig ontwikkelen en een stuk goed initiëring, maar ook die flexibilisering. En dan niet alleen die flexibilisering omdat je flexwerk krijgt, maar ook die cognitieve flexibiliteit. We hebben een hele belangrijke opdracht. En wat nou prachtig is, wat mij betreft, is dat ik in de Hogeschool aan Nijmegen en met name het lectoraat Leren met ICT een soort van natuurlijke partner heb gevonden die al heel veel werk gedaan heeft op het gebied van mediawijsheid verbinden aan docentcompetenties. Want als je studenten mediawijs wilt maken, zul je moeten beginnen bij de docent, een mediawijze docent. Dat betekent dat mediawijsheid naar de beroepscontext wordt vertaald en naar eisen die je aan die docent kunt stellen vanuit die context. Leren met ICT, ICT-geletterdheid, dat soort zaken. En daar heeft Marijke Kral en hebben collega's van Marijke Kral al heel veel voorwerk gedaan. Ze hebben ook een prachtig groot onderzoek gedaan in Gelderland onder heel veel mbo-instellingen. En er kwamen prachtige resultaten uit. En we gaan datzelfde onderzoek ook doen in Amsterdam, omdat we graag willen weten wat onze docenten op dit moment als het ware voelen bij die ICT-geletterdheid die verder gaat dan een apparaat in de school hebben staan. En met name het volgende, want dit is gebleken uit onderzoek dat gedaan is door Marijke Kral en collega's, dat namelijk creatief gebruik, de ruimte om te experimenteren, de ruimte om te kijken naar effecten en ook op een goede manier met die effecten omgaan, dat een hele belangrijke is. En dan heb ik eigenlijk nog een belangrijk statement, er is toch ook eentje die ik ga voorlezen om het af te ronden. Namelijk, en die komt van een Belgische, ik zeg maar, Vlaamse hoogleraar, die ons er ooit op gewezen heeft. Dus dit had ik allemaal willen voorlezen, dat heb ik niet gedaan. 16 pagina's, hou ik vast. Ja, een prachtige uitspraak en die heeft hij al in 1998 gedaan. Hij zei toen, een nieuwe technologie invoeren vereist dat de leerlingen aangepaste nieuwe gedragingen aanleren, dus nieuwe leerstrategieën, passend bij die nieuwe middelen, maar dat ook de leerkrachten en begeleiders een training krijgen en hun instructie en leeropvatting herzien. Oftewel, techniek doet heel veel met ons. Ik heb met een van de kernteamdocenten met Roelof daar geregeld een gesprek over, de middel-doel-discussie. Techniek is maar een middel om het doel te bereiken, maar techniek kan ook heel erg vanuit zichzelf iets doen met ons, zonder dat we daar in feite op voorhand op bedacht waren. Dat is wat docenten tegenaan lopen als ze techniek voor het eerst in de klas inzetten en kijken wat het bijvoorbeeld sociaal en psychologisch met kinderen doet in diezelfde klas, niet alleen cognitief. We hebben dus nog heel veel te leren. We hebben nog heel veel te leren over mediawijsheid, we hebben nog heel veel te leren over het gebruik en inzetten van technologie in de klas. En dat doe ik samen met een aantal hele enthousiaste mensen. Heel enthousiaste mensen die ook zelf graag willen leren, die met mij dat leergesprek aangaan. Zoals gezegd, de illusionist, de fake news verkondiger, ben ik de expert die de wijsheid in pacht heeft? Nee, ben ik een persoon die voor die docenten een set zijwieltjes kan zijn bij hun ontwikkeling, bij het stellen van leervragen en het voeren van het leergesprek? Ja, met veel plezier en met veel verve wil ik dat graag doen, om die docenten te professionaliseren, omdat we 21ste eeuwse studenten kunnen afleveren, zowel wat betreft de arbeidsmarkt als wat betreft de maatschappij. En volgens mij was ik daarmee klaar. We hebben volgens mij afgesproken dat we gaan vragen uit de zaal toestaan. Ja. Maar dat doen we nadat de wethouder. Prima. Ja. Want de wethouder heeft natuurlijk het schema, dus we willen graag eerst een antwoord hebben. En daarna gaan we u, want het kan zijn dat het vraag is. Oké, dan wil ik heel graag Simone Kukken even bijhalen. Veel ervaring in landelijke en lokale politiek. En sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 wethouder onderwijs, jeugd en diversiteit hier in Amsterdam.
dank voor de uitnodiging. Ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Ik vind het ook echt een cadeautje om even geluisterd te hebben. Het is inderdaad zo vaak dat ik vaak ergens mag binnenkomen en meteen weer een praatje en dan weer wegga. Maar dit is veel leuker. Ik merk me ook wel meteen dat ik totaal in de war ben. Want dan bereid je een beetje zo'n verhaal voor en dan krijg je zoveel input dat je denkt, nou, er zijn nog veel meer invalshoeken. Dus dat zet je aan het denken. En de grap is, het confronteert je ook met de associatie die ik dus zelf had met dit thema. Ik dacht, ik ga vertellen waarom ik het zo belangrijk vind. En dat ga ik nog steeds doen hoor, maak je zich geen zorgen. Maar dan merk je dus dat ik dat vanuit heel erg benader, eigenlijk vanuit de burgerschapsinvalshoek. Dat is natuurlijk een heel erg belangrijk thema voor de stad Amsterdam. Voor zeker vanuit ook het onderwijs gedacht. Wat dat betreft ook wel leuk dat de practor burgerschap is er ook. Hè? Dat zullen toch mooie gesprekken zijn tussen u twee, denk ik. Want het is. Meerdere zelfs. Nou ja, kijk aan. En het heeft ook wel met elkaar te maken. Maar het is een mooi moment om dit even te uitzonderen. Omdat ik denk dat we, nou ja, toch ook wel een tijdje, maar zeker het moment voorbij zijn dat we zeggen, nou ja, weet je, jongeren groeien op met media, met sociale media, met techniek. Daar hoeven we niks meer te vertellen. Die weten überhaupt al veel meer dan, nou ja, iedereen die dat wat later probeert bij te benen. Maar dat is niet zo. Gelukkig realiseren we ons dat. En snappen we dat ook in een andere wereld je eigenlijk best wel basisvaardigheden nodig hebt om het tot je voordeel in te kunnen zetten. En het mooie is dat die basisvaardigheden, of ik weet niet of je dat mooi vindt, maar toch zijn ook best wel vaardigheden die traditioneel zijn, maar die helemaal niet zo 21st century zijn. Dat zijn ook vaardigheden die gewoon gaan over sociale omgang, over pesten. Zeker als je kijkt hoe kwetsbaar je kan zijn in een sociale omgeving die er natuurlijk ook op het internet is. Het gaat over hoe waardeer je bronnen. Dat moest je vroeger als je een boek opzocht. De krant las en dat moet je nog steeds als je googelt. En het mooie vind ik ook dat je dat, en dat is wat ik ook net goed oppikte, dat is niet een soort apart vak, iets wat je alleen maar toepast binnen je vak sociale media. Dat is iets heel breeds. Ik hou wel eens een praatje over burgerschap en dan vertel ik altijd, als er in Amsterdam, of als er niet in Amsterdam, als er in Istanbul of in Ankara net een coup is gepleegd dit weekend, echt niet dat je dan op maandagochtend bij de wiskundeles in Amsterdam nog de stelling van Pythagoras kan gaan zitten lesgeven. Nee, dan gaat het ergens anders over. Iets anders wat die leerlingen bezighoudt, waar ze zich zorgen over maken. Wat er uit moet op een gemiddelde. En dat betekent iets dat ook die wiskundeleraar daar een beetje idee van moet hebben. En hetzelfde geldt denk ik heel erg voor het vak waar we het nu over hebben. Het vak. Dat is niet iets wat je alleen doet als je maatschappijleer of als je leraar techniek bent, zo je wil. Maar dat is eigenlijk heel breed belangrijk om dat goed door te hebben. Om eigenlijk dat te kunnen toepassen. En daarmee toch ook wel een nieuwe discipline. Waarom nou expliciet? Want ik ben een Amsterdamse wethouder. En waarom is dit dan expliciet nog in Amsterdam heel erg belangrijk? Daar zou ik dan wat over willen zeggen. En waarom ben ik dus zo blij ook dat het nou net de Amsterdamse mbo-opleidingen zijn die dit hebben opgepakt. Het is omdat juist Amsterdamse studenten leven in een wereld waar, nou ja, een voorbeeld wat ik net al noemde, zo'n groep heel erg binnenkomt. Waarbij je dus heel goed moet snappen, ook als docent, vanuit welk perspectief je leerling naar de wereld kijkt. En dat is een heel gevarieerd, divers, sociaal, cultureel, maar ook mediaal, is dat een goed woord eigenlijk? Bestaat het? Perspectief. En als je dat niet begrijpt, dan kom je dus moeilijk tot andere dingen. En dan kom je ook later, en dat is ook wel mooi waarom dit zo Amsterdams is, kom je ook in de arbeidsmarkt moeilijk tot je recht. Amsterdamse economie, arbeidsmarkt kenmerkt zich inderdaad door een creatieve arbeidsmarkt waar zeker media een groot, een soort
onderdeel is van onze economie. Maar zeker ook waar de ZZP-economie sterk is. Waar veel studenten, nou ja, dat weten de mbo-opleidingen, eigen bedrijfjes vinden. Vaak kleine bedrijfjes die inderdaad op andere manieren dan vroeger via een advertentie in de krant hun klanten gaan vinden, hun werknemers vinden. Dus het is heel belangrijk, juist voor deze stad, om daar goed mee om te kunnen gaan. En daarmee dus ook voor de Amsterdamse mbo-agenda. Dit past er zo goed bij. En ik ben dan wat dat betreft ook heel trots dat juist dit project onder de paraplu, dat is niet helemaal het goede woord, maar dat jullie de mbo-agenda aangegrepen hebben als kans om dit project verder in Amsterdam te ontwikkelen. En dat heeft ermee te maken dat ik ook eerder zei dat een mbo-agenda gaat uit van de kracht en de kwaliteit van docenten voor je onderwijs. Dat bepaalt je onderwijs. En als je dan nagaat hoe belangrijk mediawijsheid is in het vak van docent, ik zei daar net al wat over, dan weet je dat de kennisverspreiding, de ontwikkeling, de toepassing van de inzichten, zoals we net hebben gehoord, zo belangrijk is voor de kwaliteit van leren. En past dus heel goed in die agenda. Een ander ding is dat de agenda ook heel erg nadrukkelijk een ruimte moest zijn om dingen uit te proberen. Hoe werkt dat nou? Als we dit nou zo gaan doen, klopt het dan? Lukt het dan? En dan, nou ja, als het dan mislukt, dan weet je dat ook weer. En dat is altijd heel, nou ja, dat is heel moeilijk voor een overheid, zeg ik ook eerlijk, ook voor mij. Maar dat hebben we wel gedaan. En ik denk, in dit geval is het dus gewoon heel goed uitgepakt, hebben we ontdekt dat werkt. En zijn er meerdere mbo-opleidingen die zich hebben aangesloten bij het project, zodat we echt dat kennisnetwerk kunnen creëren. Dus dat is heel erg fijn. Jullie hebben daar goed gebruik van gemaakt en daarmee het instrument ook eigenlijk op een positieve manier bewezen. Kortom, heel Amsterdams thema, zeg ik heel chauvinistisch. Het is natuurlijk veel breder dan dat. Maar ik ben blij voor de leerlingen, ik zeg in de eerste plaats op die mbo-instellingen, maar ver daarbuiten, dat er hier zo'n kennisnetwerk zich aan ontwikkelen is, waar we heel breed ons voordeel mee kunnen gaan doen. Hetzelfde geldt voor de docenten in Amsterdam, die ook aangeven dit belangrijk te vinden, hiermee aan de slag te geven. Ook in relatie tot de burgerschap. Dus ik wil jullie daar een enorm compliment voor maken, zeg ik, naar de opleiding. En ik heb genoten van de prachtige reden. Een enorm compliment en hartelijk dank. Ik kan jou bedanken. Je staat hier als praktor, maar je staat hier ook als vertegenwoordiger van de hele club van mensen die betrokken zijn bij dat Praktorraad Media Wijsheid. Sinds één, je hebt eigenlijk nu op dit moment twee vrouwen die belangrijk zijn in jouw leven. Jouw eigen vrouw die daar zit. Die andere heb je toch wel verteld tegen haar of niet? Dat is Zoe. Die wou toch even, die staat daar. Zoe. Zoe ten Brink, onze projectleider van dit practoraat. Jullie vormen een prachtig complementair duo. En daarachter zitten nog heel veel docenten en medewerkers van de drie instellingen. En ik zei het toen net al, eigenlijk heel uniek. Drie mbo-instellingen die elkaar gevonden hebben, die samenwerken. Die op redelijk dicht bij elkaar zijn. En ik dacht, ik wil de practoraat een cadeautje geven. Dat geef ik aan jou, maar ik geef het eigenlijk aan het practoraat. Om die afstand tussen die drie instellingen nog verder te verkleinen. En dat gaat Zoe nu pakken en dat ga ik jou overhandigen. Dus nou moet die binnenkomen. Hans Klok. Hans Klok. Paolo die komt uit Twente en moet twee dagen in de week naar Amsterdam reizen. En doet dat met de trein. En had van ons een leenfiets. Maar de ene leenfiets na de andere werd gestolen. Ik weet niet of dat door jou kwam, maar... Dus vorige week zei je, Han, kun jij zorgen dat er weer eens een leenfiets kwam? En toen bedachten wij, wij geven het practoraat, ook als symbool voor de samenwerking, dat deze fiets mag helpen om de afstand tussen die instellingen in Amsterdam, om die te verkleinen bij deze. Ja. Bedankt.